Hoi mensjes, daar zijn we weer! En welkom bij een nieuwe video. Vandaag hebben we een... Q&A. Ja, een Q&A. En wij dachten, dat gaan we weer eens opnemen bij de 20.000. Toch? Ja. 20.000 abonnees. En nu zitten we op 23.000, dus dat is ook top. We hebben zoveel vragen binnen gehad. Het is niet bij te houden. Het is bizar. Maar het houdt niet op. Het is echt superveel. Het gaat maar door. Dus we kunnen helaas niet alle vragen beantwoorden. Nee, dus dat gaat niet lukken. Maar we hebben er wel een aantal. Ik heb ook een aantal op een briefje geschreven. Allemaal van Instagram. Toch? Dus wij gaan beginnen. Vraag van Mandy. Hoe zie jij je dochter het liefst over 10 jaar? Dat is een hele goede vraag. Maar dan ben jij dus 16. En ik hoop dat je dan gewoon een heel lief, groot, gezond meisje ben geworden. Met veel vriendinnen. En een leuke school. En een leuke opleiding. En ja, verder weet ik het niet echt. Ik hoop gewoon dat je een heel lief kindje bent. En lief bent voor anderen. En dat anderen ook lief zijn voor jou. Dat is een beetje wat ik hoop. Hè? Dus dat is mijn antwoord. En verder weet je natuurlijk nooit wat er in de toekomst kan gebeuren of gebeurt. Dus ja, nee, dat is eigenlijk een beetje wat ik voor jou wens, liefie. Volgende vraag is van Sinem. Wat willen jij en Selina nog heel graag samen doen? Op vakantie. Ja, je zei het al gelijk. Op vakantie, ja. Ik denk dat wij dat allebei wel willen, hè. Wij willen heel graag nog een keer samen op vakantie. Dus daar moeten we maar voor zorgen, schat. Dat we zo in de zomer samen op vakantie kunnen gaan. Vraag is van Joshua. Hebben jullie ook een tweede naam? Wij hebben allebei een tweede naam. Celine heeft een hele lange naam. Jouw volledige naam is? Celina Zulmeida Spencer Silva Lima. Dat is dus haar volledige naam. Celina, haar tweede naam is dus Zulmeida. En dat komt omdat ze heeft 3 achternamen. Mijn vader heeft dus 3 achternamen. En ik dacht, ja doei. Ik wil ook dat ze iets van mij erbij heeft. In plaats van 3 achternamen van de vader. En ik vond Celina Zulmeida wel mooi staan. Dus daarom heb ik mijn naam als haar tweede naam gegeven. En ik heet Zulmeida Eutimia Nouwen. Ja. Ik weet het. Het is een hele aparte naam. Mijn moeder is dus Duits. En het is een Duitse beschermengel. En mijn moeder vond dat een goed idee. Thanks mam, voor die naam. Ja. Ja. Top naam. Maar goed, ja, zo heet ik wel. Ja, wat doe je eraan? Niks. Oké, volgende naam. Oké, hoe oud van Maya? Hoe oud is je dochter? Dus... Nou, dan kunnen we maar gelijk weten. Jij bent 27. Ik ben 27 en jij bent? 6. Ja, 6. En ik ben 27. Dus wij zijn 27 en 6. Nee. Wat? 6 en 27. Dan Danielle en Fatima hadden dezelfde vraag. Overigens hadden heel veel mensen deze vraag gesteld. Zouden jullie ooit nog een tweede kindje, broertje of ja, zusje? Ja, broertje. Ik wil je het niet meer zeggen. Celine wil heel graag een broertje, toch? Ja. Echt heel graag. Als je doet dan een wens, dan wenst ze om een broertje. Ik weet het nog niet. Ik wil wel graag een tweede kind. Weet je wat het is? Ik ben ook wel gewoon heel erg blij met haar. Ik ben heel blij met jou als mijn kindje. Dus ja, je weet het natuurlijk niet of dat ooit nog lukt. Maar als het nooit meer lukt, dan ben ik in ieder geval heel blij met mijn meisje. Mm. Niet, ja, ik ben gewoon heel blij met haar. De vraag van Aira. Waar heb je haar vader ontmoet en wat is zijn afkomst? Ja,
Ik heb Joos, of tenminste hij heet Josimar, maar we noemen hem allemaal Joos. Nou, ik noem hem geen Joos. Nee, jij noemt hem papa. Papa. Ja, jij noemt hem papa. Maar in ieder geval zijn roepnaam is Joos. Ik heb hem ontmoet tijdens uitgaan en we keken al wel vaak naar elkaar. Alleen we hebben nooit echt dat we... dat we echt gingen praten en toen op een dag wel. En toen zijn we eigenlijk altijd samen geweest. Wat voor afkomst is papa? Bloed. Kapriaans. Volbloed. Volbloed. Ja, hij is volbloed Kapriaans. Dus vandaar dat zij 3/4 is en 1/4 Duits en ik half Kapriaans en een half Duits. Omaima, ik weet niet of ik het goed zeg. Omaima. Omaima. Waar staat die? Hoe zijn jullie op het idee gekomen om te gaan vloggen? Van toen ik 3 was. Dit is de aanstichtste. Vertel dan. Toen ik 3 was, wou ik al een YouTube kanaal. Celine die wou dat dus al heel lang. En die vroeg elke keer aan mij. Mama, wanneer mag ik nou een YouTube kanaal? Wanneer mag ik nou een YouTube kanaal? En ik dacht, lieve schat, jij bent 3 jaar. Of was je 4? Nee, je was 4. Nee, ik was 2. Nee, je was geen 2. Jawel. Nee, je was echt... Ik was echt 2. Nou, in ieder geval toen ze 4 was. Toen... Nee, 2. Toen begon ze het echt heel erg te vragen. Echt bijna elke dag. En toen dacht ik, kind, je bent 4. Hou op. We gaan geen YouTube kanaal beginnen. En toen was ze op een gegeven moment net 5, denk ik. En ze bleef het maar vragen. En toen dacht ik van, nou, wat wil je gaan doen? En toen had ze me al de ideetjes verteld en alles. En toen dacht ik, nou ja, weet je, als je het zo graag wilt en al zo lang, dan gaan we het toch maar doen, hè? Toen heb ik een camera gekocht. Toen hebben we een video, volgens mij hebben we januari dit jaar voor het eerst een video online gezet. Maar, ik moest het allemaal een beetje uitzoeken. Die curly hair tutorial hadden we online gezet. Die was als eerst. Toen een jellybean challenge. Ja. Dus dat in ieder geval. En toen, toen was ik er weer een beetje uit. Want ik was natuurlijk aan het werk en alles. Dus het was heel lastig. Het was allemaal nieuw. Dus ik moest er allemaal een beetje aan wennen. Toen hebben we echt 4-5 maanden helemaal niks geplaatst, denk ik. Even kijken. Wanneer is het echt een beetje... Ik weet even niet. Ik denk dat we nu... Ik moet zeggen dat de laatste maand is het kanaal heel erg gegroeid. Na die de baas video is het heel erg gegroeid. Heb ik trouwens wel een kleine update. Want zoveel mensen vragen in de reacties van... Kunnen jullie dat nog een keer doen? Vragen in de reacties. Kunnen jullie nog een keer de baas video opnemen? Dan hebben wij goed nieuws. Want toen wij dus hadden afgesproken om die de baasvideo op te nemen, hadden we afgesproken dat ze het een keer bij mij mocht doen en een keer bij mijn moeder, dus bij oma. Dus waarschijnlijk in de vakantie gaat ze nog een keer bij oma doen en dan ga ik alleen mee om het te filmen. Dan wordt het veel, veel, veel erger. Ja, ze heeft nu allemaal ideeën en allemaal dingen. Dus... Ik weet al wat. Nee, dat moet je niet zeggen. In ieder geval, dus... Er komt een tweede de baas video aan met oma. En dan is oma dus de Sjaak. Vraag van Florentia. Wat zouden jullie willen veranderen? En wat... Wat zouden jullie veranderen aan je uiterlijk? En wat zouden jullie... Nee, en wat... Irritant vinden. En wat vinden jullie irritant aan elkaar? Ik zou niks veranderen aan jouw uiterlijk. Want je bent prachtig hoe je bent. En ik vind dat iedereen blij moet zijn met zichzelf. Toch, schat? En jij ook. Je bent prachtig. Je hoeft niks te veranderen. Je bent mooi zoals je bent. Wat vind je irritant van mij? Wat ik irritant van jou vind? Op het laatste moment uber langzaam doen in de ochtend. Hoe vroeg we ook opstaan. Je krijgt het gewoon altijd voor elkaar. Om te treuzelen. Dan weer dit niet te doen. Dan weer de af. Vind ik zo irritant. Dat vind ik echt het meest irritant aan jou. Dat langzame gedrag. Ja. Als we ergens naartoe moeten, dat langzame. Maar dan hebben we gewoon geen tijd genoeg. Jawel! Ik weet niet wat ik irritant vind aan jou. Nee? Nee. Goed antwoord.
vind het al als ik lekker op de bank lig en een filmpje kijk. Dan moet ik met mijn camera opruimen, dan moet ik weer wc-rollen gaan doen. Dan moet ik weer... En dan ligt mama lekker op de bank. Maar dat komt omdat jij dan je spullen achter je kont niet hebt opgeruimd. En dan moest je dat al doen. Nee, ja, en dan... En dan moest ik nog een klusje doen, nog een heel genegen. Zij bleef op de bank liggen. Ja. Nou, dit is de vraag van Bente. Okay. Als jullie samen nog een keer naar een land... Turkije. Land gaan, waar zouden jullie heen gaan? Turkije. Nee, jij hebt een keer met je Turkije, daar zijn we al geweest. Nee hoor, Dominicaanse Republiek. Ja, maar wat ik heel graag wil, ik wil heel graag met Celina Mexico. Want ik ben daar al een keertje geweest en het is daar zo mooi. En ik kan niet uitspreken. Mexico. Waar halen jullie je kleding het meest? Ja. Ik denk de Zara. Zara? Ja. Ik hou niet van de Zara. Ja, zij heeft iets heel raars met de Zara. Op een of andere manier, toen zij klein was en we gingen de Zara in, werd ze altijd onrustig. Want ze ging ze altijd huilen. En nu ook. Maar ze hebben daar hele leuke kleding. Nee, maar ik vind het niet leuk. Ja, winkelen vind jij niet persoonlijk. Maar ik denk bij de Zara of... Weet je waarom ik het niet leuk vind? Nee. Allemaal dingen wat ik leuk vind, vind jij niet leuk. Zeker waar. Maar soms mag je wel dingen kiezen die ik niet leuk vind. Ik had zo'n jas met hier een tijger erop. Ik mocht die gewoon niet. Ja, maar soms vind jij echt geen mooie dingen leuk. En ik wil je niet voor gek laten lopen. Dat is niet voor gek hoor. Nou, in ieder geval, ik denk dat wij het allermeeste bij de Zara halen. Ze heeft ook wel een aantal dingetjes van bij Veer, want dat... Die hebben we gehad, maar die vond ik echt top. Die zijn echt super leuk. Deze heeft echt iemand gevraagd, maar we wouden dit al serieus aan jullie vragen. Dus het is heel toevallig. Jasmin of Jasmin heeft gevraagd, krijgt Celina later een eigen YouTube kanaal? En nou wouden we dus sowieso aan jullie vragen, want Celina krijgt al haar eigen kanaal. En daar is zij heel blij mee, want ik zie ook heel veel in de reacties. Willen jullie slijm maken? Willen jullie... Maar ik weet wat je voor slijm nodig hebt. Ja, maar willen jullie gummy vs real food doen en zo? En allemaal dat soort dingen. En dat vindt Celine dus ook top om naar te kijken. En leuk, super leuk om te doen. Laten wij een eigen kanaal maken voor jou. Waarin jij dingetjes uitpakt. Waarin je slijm maakt. Waarin je dingen kan bakken. En wel surprise. Ja, gewoon allemaal dat soort dingetjes. En dan zie je op ons kanaal samen gewoon ons dagelijks leven. Dus dan zie je de vlogs van wat we aan het doen zijn in ons leven. En dan op Celine de kanaal zie je al dat soort challenges en dat soort filmpjes. Daarom wil ik aan jullie vragen. Ja. Als jullie allemaal namen gaan verzinnen, dan kiezen we één daarvan. En dan begint het YouTube kanaal van mij helemaal. Ja. Begint het. Dus inderdaad. Dus wat de plan is, is wij gaan, als jullie allemaal een naam kunnen verzinnen voor Celina's kanaal. Dus als je dat allemaal in de reactie wil doen, verzin een naam voor Celine's kanaal. En dan gaan wij uit die namen, kiezen wij één naam. Ja. Als er leuke bij zitten dan. Ja. En op het moment dat we die naam hebben, gaan we het aanmaken. En ik wil dit weekend nog dat kanaal aanmaken. En een video ook ervoor maken. Dus dat is super leuk. Nou, als het kanaal er is, dan laten we jullie dat allemaal weten. Yara vraagt aan ons: wat is jullie grootste blunder? Ik ben een keer, dit is heel lang geleden, maar dit vergeet ik nooit meer, op station Beurs in Rotterdam. Volgens mij, ik was heel jong hoor jongens. Toen was ik op de roltrap en toen ben ik van de roltrap afgevallen op het station. Ja, dit is echt heel lang geleden, maar ik vergeet dat nooit meer. Dus dat was voor mij wel het ergste, want ik lag lang uit op het station en het was net na koopavond. Dus het was super druk, dus iedereen zag het en daar lag ik. Voor die boterham express wat er toen was. Maar de mensen gingen je niet helpen? Nee, ik lag daar gewoon op de grond. Ik schaamde me dood. Waarom ging ik daar niet opstaan? Ja, ik ging wel opstaan, maar ik dacht eerst van wat gebeurt hier? Wat heb ik nou weer gedaan? Shanice vraagt aan mij: hoe oud was je toen je moeder werd en hoe ging het je af?
Dat weet ik niet. Nee, ik was 21 toen ik moeder werd. En eigenlijk ging het wel prima. Ik was sowieso, woonde ik al op mezelf. En ik was gewoon samen met de vader. En ja, ik ging sowieso niet heel vaak uit of weg. Dus eigenlijk werd het alleen maar beter met dit meisje. Waarom ging je mij niet op de peuterspeelzaal? Omdat ik gewoon wou dat je bij mij was. Ja. Dus nee, het ging me heel makkelijk af. En ik ben heel blij met haar. En nog steeds heel blij met haar. Ze was een makkelijke baby. Ze sliep lekker door. Ze houdt van slapen. Dus nee, ik heb daar geen moeite mee gehad. Jada heeft 5 dagen gedaan. Dus oké, ik heb een idee. Laten we de vragen van Jada allemaal opnoemen en dan heel snel beantwoorden. Zo snel mogelijk. Als je het hoort, meteen reageren. Oké, gelijk antwoorden, Annie. Ja. Oké, de eerste vraag van Jada is... Wat is jullie lievelings ijsmaak? Snicker. Citroen. Ja. Hoe ziet jullie droomreis eruit? Ik wil naar de Malediven. Jij? Ik wil naar Droomland. Hoe ziet jullie droomhuis eruit? Ik wil een groot huis. Ik wil een groot huis met een trap en met 3 kamers. Nou, dat is niet groot. Ik wil wel een groter huis. Ik wil zo'n groot huis met een trap, met 3 kamers. En met een groot bed. Ja. En met een trap. En met een glijbaan. Ik wil graag een groot huis met allemaal ramen. Dat vind ik super mooi. Wat is jullie droomauto? Ik vind een Range Rover heel mooi. Ik heb geen verstand van auto's. Juist. Oké. Welke video vonden jullie het leukst om te maken? Jelly Bean Challenge. Niet de baas? Ik vind Jelly Bean Challenge zo leuk. Oh, echt? Ik vond de leukste video om te maken, ik denk die van Halloween. Alleen waren daar al die beelden kwijt. Oké, zou je nog een dochter of een zoontje willen? Ja, een zoontje. Nou ja, misschien wel. Favoriete eten en drinken? Shabu shabu en cola. Oké, en voor mij is het garnalen en de Coca-Cola. Wat wil je met YouTube bereiken? Ik wil 100.000 sowieso bereiken. Dat zou echt top zijn. Ik wil en Celine wil gewoon allemaal leuke video's maken. Ik weet wat ik wil. Ik wil gewoon een goed leven bereiken. Wat staat er sowieso op je bucketlist? Ik wil ooit in mijn leven nog een keer uit een vliegtuig springen. Dus parachute springen. Oh, dat wil ik ook! Ja, dat vind jij ook leuk. Dus dat, als jij ouder bent, gaan we dat doen. Oké, bij deze. Hier, geef me pinkie. Ja. Geloof ik dat ik dat met niemand anders zal doen als met jou. Jee. Oké. Dit was het. We kunnen helaas niet nog meer... nog meer vragen doen. We hebben zoveel vragen gehad. Echt over de 400. Ik had dat nooit verwacht. Dat we zoveel vragen zouden hebben. Ik wil eigenlijk, als we dadelijk 50.000 hebben, weer een Q&A doen. En dan hoop ik dat als we 50.000 hebben bereikt, wil ik weer een Q&A doen. En dan hoop ik dat anderen van jullie er allemaal in komen. In ieder geval, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik probeer nu elke keer 2 keer in de week een video te uploaden. Dus dan zou er vrijdag weer in komen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Abonneer even op ons kanaal en geef een duimpje omhoog. En als je nog een video wilt, zeg het even. Ga mij even kijken of we kunnen doen. En vergeet niet een naam te verzinnen voor Celina's kanaal. Ja. Want dan kunnen we die ook beginnen. Ja. Toch? Ja. Oké, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei. Doei.